Er bestaan ook heftrucks met een vooruitschuifbare mastvork. Deze heftruck wordt meestal reach truck genoemd. Het voornaamste kenmerk van een reach truck is dat de mast naar voor kan geschoven worden om een lading op te nemen of neer te zetten. Hierdoor heeft een reach truck minder plaats nodig dan een gewone heftruck. Wanneer je goederen verplaatst met een reach truck, moet je ervoor zorgen dat de mast ingereached is. Anders verlies je het voordeel van de reach truck. Als je met een reach truck rijdt, komt de last achter je aan. Zo heb je een goed zicht op je parcours. Net als bij een heftruck rijd je met de vorken op een hoogte van 25 centimeter. Een goede moderne reach truck draait om zijn as. Het voorsteunwiel is je referentiepunt. Je rijdt dus met je voorsteunwiel tot de eerste hoek van de lading. Je kan de houten blok in het midden van de palet als controlepunt gebruiken.